Wat is nu heerlijk om te organiseren dan een hele leuke paasbrunch voor familie en vrienden? Ja, ik vind het heerlijk om te doen en ik wil graag dat buitengevoel naar binnen halen. En dat kan je op verschillende manieren bereiken. Bijvoorbeeld door die terracotta potjes die ik dan of vul met leuke handgeschilderde eieren of met zo'n heel leuk krakkelee aardewerk kipje erin. Te cute vind ik dat. En verder, ja, je wil gewoon op tafel ook een beetje dat buitengevoel hebben. Dus zo'n leuk takje buxus, tussen zijn vet geknoopt, geeft mij echt het gevoel van welkom. Ja, ik zou zeggen, laat die paasbrunch maar beginnen. Da-da-da-da-da.